Wat wij doen, wij leveren content. Dat is geschreven content, videocontent. Dat kunnen gadgets zijn of games. We laten vertalen. We werken met journalisten, met communicatie-experts die echt gespecialiseerd zijn in het schrijven voor het web. We werken met columnisten en experts in het werkveld. Dus wat wij leveren is echt content op maat. Onze redactieservice die werkt met een content factory en heeft de beschikking over duizenden on- en offline bronnen. We verzamelen interessante content of artikelen, herschrijven dit. Waar wij mee werken, dus All-in Content, is een innovatief software systeem. We hebben een content adapter ontwikkeld die de content in het content management systeem levert via Outlook. Dus de klant, de organisatie, die ontvangt de content in zijn e-mailbox. Die kan dat lezen en zien. En die kan met een klik op de knop die content publiceren. Dus de regisseur bepaalt wat er wel en niet geplaatst wordt. We werken met experts in het veld. Voor één klant, een employability klant, werken we met Aukje Nauta. Zij is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en werkt voor Randstad HR Solutions. Zij schrijft een column wat op het thema wat we met die klant bepaald hebben past. En die schriftelijke column die verfilmen we naar een videocolumn. Wat je gewoon ziet is dat videocontent is vluchtig, heel snel, maar wel heel functioneel. E-coaching is in. Op websites als hartenziel.nl kun je jezelf volop laten coachen. In trajecten als train je talent, word je eigen leider, beslissen doe je zo, werk met plezier, top inspiratie enzovoort. Wat we aanleveren voor deze klant, deze employability klant, zijn onder andere een artikel die een journalist maakt. Dat kan ook zijn een interview met iemand uit de organisatie. We leveren nieuws aan, hè. Dat zijn dus tips, trends en ontwikkelingen uit de markt. Specifiek voor het thema of het onderwerp. We leveren ook een visual, nieuw design aan met het thema, zodat het heel herkenbaar is. Wat we gezien hebben bij deze klant is dat de weken rond een nieuw thema, dat het bezoekersaantallen van de site enorm omhoog gaat en dat het later weer afneemt. Dus op het moment dat we weer met een nieuw thema komen, trekt dat toch nieuwe sitebezoeken aan. Waarom denken wij dat er hier markt voor is? Wat we zien is dat organisaties continu veranderen. Met name in dit soort tijden, hè, is dat medewerkers worden ingezet daar waar de core business is van het bedrijf. En dat men niet altijd goed toekomt aan het actueel up-to-date houden van de site. Terwijl het heel erg belangrijk is om te blijven communiceren met je klanten, met je medewerkers en met je gebruikersgroepen. Dus All-in Content kan bedrijven hiermee helpen. Wij doen het niet alleen, wij doen het samen met partners. Mijn naam is Eva Smit, Quibbel. Quibbel is al 10 jaar een tekstbureau gespecialiseerd in teksten voor internet. Wat wij voornamelijk doen voor onze klanten is het verzamelen van content voor hun website of intranet. En daarvoor zoeken wij allerlei bronnen af online. En die artikelen herschrijven wij ook, dus het wordt niet automatisch doorgeplaatst zoals bij een RSS-feed, maar wij herschrijven de teksten, zorgen dat de inhoud goed aansluit bij de wensen van de klant, van de doelgroep en bij het medium internet. Mijn naam is Ella May Wester, ik ben journalist en tekstschrijver en ik heb een eigen bedrijf. Ik werk onder andere voor All-in Content. Tijdens mijn werk voor All-in Content en ook voor andere opdrachtgevers werk ik veel samen met een aantal andere zeer professionele journalisten. En wij schakelen elkaar in als dat nodig mocht zijn. Het is heel prettig werken, zowel voor mij als voor opdrachtgevers. Nou, wat bedrijven zich dus gaan afvragen is op een gegeven moment dat je gaat bedenken of je het nou zelf gaat organiseren of dat je het gaat uitbesteden. Nou, als je nou eens nagaat wat het je kan opleveren, het niet meer zelf hoeven zoeken, de dynamiek op de site door continu en constante updates, een gegarandeerde levering van maatwerk, het gemakkelijk kunnen accorderen via e-mail en de e-mail alert van de content. De betrokkenheid ga je waarborgen met de contentplaatsing omdat je nu ook de regisseurs betrokken krijgt bij de website en niet alleen maar de webmensen die het publiceren. Nou, zo zijn er nog meer voordelen, maar dit zijn er al een heel aantal.